Hallo Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. We hebben hier dit meertje gevuld met water. Ja, we hebben de waterolifant verslagen. En nu gaan we eens kijken wat we gaan doen als we in het bootje gaan. Oh ja, en de challenge voor vandaag is dat deze Goomba jou de hele video aan blijft staren. Want dat is wat Goomba's doen. Anyway, we kunnen eindelijk achter de blauwe lint aan. Hoppakee, op pad. Let's go! Lekker Mario! Kijk hem peddelen, jongen. Kijk hem peddelen. Ja, lukt het of niet? Nee? Boppy die wil het even proberen. Hij zegt, ik heb wat goed te maken. Omdat hij het heiligdom aan ons heeft overgelaten. Nou, Bob, doe je ding. Oh, hij kan niet bij de roeispaan. Oké, wat gaan we nu doen? Misschien is hier ergens iemand te vinden die raad weet met een spaan. Ah, dus daar is dat aapie voor. Ga jij anders de microfoon even kusjes geven? Ik ga er maar lekker bij liggen. Anyway, dit aapje, dit zal ons misschien wel eens kunnen helpen. Aapje, wil je nou even, wil je dan niet weggaan? Ik bedoel, je gaat de hele tijd weg. Oh, kijk. Olivia is een soort van origami vriendje met het aapje. Aapie, kan je ons even helpen, vriend? Je gaat niet gooien met die dingen. Ik zeg toch, je gaat niet gooien met die dingen. Wat ben je, waar ga je nou naartoe? Aap, nee. Waarom is een aap altijd zo lastig? Hoe durft hij? Die deugd niet loopt zomaar weg zonder mijn vraag te beantwoorden. Tja, misschien was dat blikje dat hij weer wel zijn antwoord. Wie weet bedoelde hij wel, doe me een lol en laat me met rust. Je spreekt heel slecht aaps. Oké, wat staat er op het blikje dan? We kunnen het in ieder geval oppakken. We hebben een bliktonijn en hij zit ook nog vol. Waarom rent dat aapje weg? Waar is die trouwens naartoe? Ben je over deze boot heen gelopen? Waar is die aap? Ik zie hier in ieder geval wel een toad trouwens. What up, toad? Oh, kijk, en een kissie. Zit de aap in het kissie? Zit je hierin, vriend? Oh, nee, nice. We hebben de uitvinder toad miniatuur. Lekker. Die is leuk. Die is vet. Hoppakee. Ik knallen we even wat snippertjes op het gat. En dan hebben we hier alle snippertjes gevuld. Alle snippergaten. Hé, hey, we hebben een hamer. Wow, dit ziet eruit als een supersterke hamer. Een werphamer. Oh, die kunnen we gooien op enemies. Nice. Dat klinkt nu al goed. Hoppakee. We hebben weer wat tootjes gevonden. Die zaten allemaal verstopt in deze boom. Hoppakee. Nog eentje. Waar is die aap naartoe, jongen? Oh, huh? Lachen? Ik spring hier zomaar even tegen zo'n blok aan. Dan hebben we nog even een hamertje gevonden. Lekker, man. Blijkbaar moeten we ook gewoon lekker veel zo... lekker gewoon rondspringen. Oké, het belangrijkste is om wel even die aap te vinden. Waar is die, man? Hij is daar. Ik zie hem slapen. Daar slaapt iets. Is dit die aap? Ben jij het? Monkey? Oh, nee. Wat? Ik kwam hier voor een festijn. Weet jij waar ik moet zijn? Ja, dat denk ik wel. Even nadenken, hoor. Volgens mij moet jij hier zijn. Hier naartoe. En dan naar deze sombrero guy. Hier ben ik. Ik heb wat lekkers mee. Wat heb je? Het blikjesfestijn. Ik ben benieuwd wat je hebt meegebracht. Wat is dat? Ravioli? Hij heeft ravioli meegenomen. Lekker, man. Nu nog iemand met een blikopener en dit festijn kan van start gaan. Moeten wij niet ons blikje ook hier kwijt dan? Zie je misschien nog iemand of zo die naar dat festijn wil? Wie is dit? Wat is dit? Wat is dit? Is dit de aap? Nee, dit ziet er niet aapachtig uit. Hats. Zo doen we dat. Oh, wacht. Die aap is daar. Kijk hem daar zitten op dat monument. En ik zie hier ook wat blikjes. Aapie, kom nou even mee. Wil je alsjeblieft met me meegaan? Hier, heb je een blikje tonijn van mij. Wil je dan alsjeblieft met mij meegaan, aapje? Ja, toch. Ja, lekker toch. Lekker tonijntje. Oh, moeten we het blikje voor hem openmaken? Ja, die shy guy die vroeg zich net al af of er niet iemand in het hoge gras verstopt zat die een blikopener heeft. Laten we de toadzoeker eens even aanzetten. Misschien zit hier wel ergens een toad verstopt. Hier ergens is een toad. Heb jij een blikopener? Nee! Hij heeft geen blikopener. Wie is dit trouwens? Hier zit iemand. Hier zit iemand. Wie is dit? Ik omring door rare snuiters. Ik moet op festijn zijn. Jullie mij redden. Jullie mij helpen. Ik moet naar festijn. Festijn. Oké, Mattie. Ga met ons mee. Ga met ons mee. Kom maar. Kom maar. Ik neem je mee naar het festijn. Geen probleem. Geen probleem. Let's go. Wie ben jij trouwens? Ik ken jou helemaal niet. Wat ben jij voor figuurtje? Ben jij een soort van skullachtige blauwe Goomba? Ik heb je nog nooit gezien in mijn leven. Ah, let's go. Jongens, ik heb hier iemand die jullie blikkie kan openen. Ik hier zijn. Grote dank. Eindelijk is iedereen er. Laat het festijn nu maar beginnen. Hey, vissa. Lekker muziekje, shy guy. Ja, hoho, open nu dat blik. Ja, hoho. Stil of met lawaai. Geef me die blik opener even een draai. Blik opener.
Oh jee, ik wist ik iets vergeten zijn. Dude, heb je nou je blikopener niet bij je? Serieus? Wij hebben niet nodig blikopener. Jij kijkt naar mij. Oh, hij is de blikopener. Holy shit. Ja, nice. Oké, feestje. Maar dude, wil je even met me meekomen dan nu of zo? Want ik heb jou nodig. Je moet even mij helpen. Ik heb jou geholpen, nu moet je mij even helpen. Wil jij mijn blikje tonijn even openmaken alsjeblieft voor die aap? Ja, topper ben je. Dankjewel. Hey, bliktonijn is geopend. Nou, gaan jullie lekker viszaadje bouwen? Dan ga ik even naar Mr. Monkey. Mr. Monkey, kom eraan. Ik heb voor jou een lekker blikje tonijn meegenomen. Kijk eens, vrolijke rakker. Alsjeblieft, lekker tonijntje. Lekker, jongen. Wil jij nu alsjeblieft mij helpen? Want ik wil hier weg. Ik moet even het blauwe lintje doorknippen. Oké, ik ga alvast, ja. Ik zie je zo, ja, oké? Ik hoop dat hij komt, jongens. Hetzelfde geld zit hij morgen nog aan die tonijn te slurpen daar zo. Nou, Api, ik ben er klaar voor. Ik ga alvast in het bootje zitten, ja? Olivia, weet jij wat we moeten doen? Oh, we moesten nog met hem praten. Ik wilde met hem praten. Hij wilde niet met mij praten. Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Moet ik je slaan of zo? Echt? Moet ik hem slaan? Oh, wat? Het is gewoon een toad. Nee, joh. Het is een toad die tonijn eet. Mario, ontzettend bedankt, maatje. Vergeet me mijn apenstreken. Maak je geen zorgen, ik ben geen aapje. Ik werd gewoon zomaar opgevouwen en voor aap gezet. Dat raakte echt kan nog wel. Inderdaad, jongen. Ik ben gewoon de vinnige veerman met de roeispaan voor al je boottochtige boottochtjes. Oh nee, je bochtige boottochtjes. Al die tijd als aap was ik zo plat als een plakje plankton. Alle zakkers en sardientjes nog aan toe. Nou, dude, wil je even ons helpen dan met ons bootje? Kijk, ja, hij wil ons helpen. Oké, Toad, ik kom eraan. Yo, Toadje. Mag ik in je bootje? Hoi hoi, luidjes. Zijn jullie klaar voor de bochtige boottochtje op de rivier? Ja, man. Let's go. Volle vaart vooruit. Ga met die zwaan. Geef dat water een opnater. Let's go, Toad. Let's do this. Kijk, die Boppie weer chillen daar. Die Bob die doet echt niks, jongen. Wat een gezelligheid, joh. Zo met die visjes erbij. Lekker kneuterig. Lijkt heel Holland bakt wel, joh. Oh, golf naar golf. Oh, bocht naar bocht. Hoor me aan. Zolang de veerman. Oh. Oh, dit is karaoke. We moeten dit echt zingen. Hoor me aan. Nog langzamer. Zong de veerman. Traag is goed. Ja. Bij eb en bij vloed. Wat is dit? Dit is zo suf. Ach, heerlijk. Eindelijk wat rust naar al die nachos. Zei die nou nachos? Oh, chaos, zei die. Toad zegt mijn leven als aap. Dat was pas chaos. Bedankt, Toad de Veerman. We zijn nu in het wervelwater. Ligt het aan mij of varen we plots een heel stuk sneller? Oh, snap. Krijgen we nu een wildwaterbaan? Luidjes, het wervelwater komt eraan. Zijn jullie klaar voor het bochtigste boottochtje van jullie levens? Oh, dit wordt vet. Mag ik dan ook wat doen? Het wervelwater, wat vertel je me nu? Dit zou toch een kalm boottochtje worden, zegt Olivia. Nou, doe maar niet alsof je er niet naar uitkeek, luidjes. Bovendien is er maar één weg hieruit en dat is vooruit. Zet jullie dus maar schrap. Nou, let's go dan. Let's go dan. De rivier is heel wild vandaag, alsof iemand een kraan heeft opengedraaid. Hebben wij weer, hè? Nou, Olivia die kan er niet tegen. Maar ja, Olivia kan zweven. Dus wat heeft Olivia nou te zeuren? Die kan toch gewoon zo lekker omhoog zweven? De enige die zich zorgen moet maken is denk ik Bobom. Want die gaat gewoon lekker keihard naar de bodem zinken als die uit het bootje valt. Mario, ik heb je stuurkunsten nodig. Vertel me met het pijltje naar links welke richting we moeten varen. Blijf uit de buurt van rotsen en van de wal. Als we te dicht te veel averij oplopen, gaan we misschien kopje onder. Oké, let's go. Let's go, Toad. We kunnen dit samen. Alle hands aan dek nu. Hier komt het wervelwater. Oké. We kunnen dus op deze manier sturen. Ja, ik heb hem. Ik snap hem. Laten we naar die muntjes sturen. Zo. Yes. Ja hoor. Ja hoor. Nice. Volgende muntjes. Gaan we hier omheen? Gaan we hier omheen? Ja, zijn we zo goed? Blijf weg van de wanden. Ja, nice. Oh, dit was heel mooi. Dit was heel mooi. Dit was minder mooi. Ik kan springen. Oh, zie je? Oh, oeps. Ja, we moeten niet te veel risico nemen. Oh, nee. Oh, ik raak weer de zijkant. Ik heb wel het gaatje gevuld met snippers. Dat is top. Ah! Oké, rustig aan. Ik hoef niet per se alle muntjes te pakken, denk ik. Ik denk niet dat dat mijn goal is. Mijn goal is nu gewoon overleven. Want ik heb blijkbaar nog 3 hartjes. Ik ga dat niet eens proberen. Ik ga niet naar die 100 muntjes daar. Ik ga gewoon dit hartje pakken.
Ja, oké, top. Nu hebben we weer 4 hartjes. Kunnen we hier die... Ja, nice. En dan nu rustig... Ja, goed sturen. Goed sturen. Nou, nah, joh. Ik vind dat dat goed ging. Ik vind dat dat hartstikke goed ging. Kijk, hoppakee. Oh, allemaal hartjes hier. Nice. Oké, ja. Hoe gaan we... Oké, ik ga gewoon hier naartoe. Ja, dit was de makkelijkste zijde. En gooi weer snippers. En kijk uit voor die rotswand. Top. Top. Dit ging helemaal goed. Ah! Oké, dit ging minder goed. Oké, go, 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 Mario. Oh, stuur. Oké, ga maar langs deze kant. Ik kan dat al niet meer. Oh, dit kostte geen eens een hartje. Nice. Sturen. Sturen. Lekker gestuurd, Mario. Dat doe je goed. Dat doe je top. Ik moet wel alleen wel iets rechter van die... Oh, nee. Ja, dit is gemeen, hè. Dit is gemeen. Die kon ik onmogelijk nog ontwijken. Dit vond ik niet eerlijk. Ja, lekker dan. Potverdorie. Weer een gaatje gevuld, hartje gepakt. Oh nee, dat gaatje gaan we missen, denk ik. Auw. Auw. Nee. Nee. Oh, ik heb bijna geen leven meer. Ik moet even dit hartje pakken, anders gaat het niet goed. Oh. Nee joh, ik heb nog 1 hartje over. Ik ga bijna kapot, Kijk uit. Spring, pak het hartje, lekker. Pas op voor de draaikolk. Oké, ik heb 5 hartjes weer. Pas op voor de draaikolk, Mario. Sneller, sneller sturen. Oké. Ja, gaat goed. Soort van. Toch niet helemaal. Gooi je snippers. Ga langs de zijkant. Top. Dit is serieus nog best moeilijk, jongens. Die boot die stuurt niet, man. Die boot die stuurt niet. Nee, Rick. Die boot moet ook niet sturen. Jij moet sturen. Draaikolk. Ik ga gewoon die draaikolk ontwijken, vrienden. Oh nee. Ik moet hier naartoe. Ik moet hier achter. Nee, nu kan ik die snipper... Ja, oké, misschien kan dit wel. Ik heb blijkbaar die boomstam kapot gemaakt. Vullen. Sneller. Sneller. Vullen. Ja, nice. Nog 1 keer, denk ik. Ja? Ja, we hebben hem. Lekker. We hebben die muur gevuld, jongens. Oké, nu die muntjes allemaal. Springen. Dit is zo vet. Oh, dit was wel een lekkere boottochtje, jongens. Holy moly, joh. We hebben het gehaald. En luidjes, wat vonden jullie van die wervelwater? Dolle pret, toch? Ja, dit was een episch boottochtje, meneer de bootmeester. Poeh, af en toe had ik inderdaad nog maar 1 hartje over. Maar het is gelukt. Muntengraaien is blijkbaar niet je sterkste kant. Probeer het gerust nog eens opnieuw. Grijp ze allemaal en pak de volle buit. Al die munten? Hoe moet ik al die munten pakken, joh? Moet ik wel echt heel die baan uit mijn hoofd kennen? Best wel leuk, zo'n boottochtje. Zouden we vaker moeten doen. Vind je ook niet, zegt Bobom. Die zit nog steeds lekker te chillen daar. Die man doet helemaal niks. Lekker handig en nergens files. Ja, dat is wel waar. Hoef alleen blauwe lint maar te volgen. Niks ingewikkelds aan. Nee, dat gaat op zich nog wel lekker. Want de blauwe lint, dat zit gewoon lekker hierboven. Ho, ho, maatjes. Onze volgende aanlegplaats komt alweer in zicht. Zijn we er? Ik denk het wel, hè? We zijn er. Ja, ja. Welkom bij het Samurai Park. Een razend populaire plek vol spectaculaire shows en verbluffende attracties. Gaan we een samurai vinden? Ik ben benieuwd wie die samurai is dan. Olivia is helemaal blij omdat dit een pretpark is. Die is helemaal hyped. En daar in de verte inderdaad het blauwe lint. De burcht van het Samurai Park. De burcht staat pal in het pretpark. Wat vervelend nou dat we uitgerekend hier moeten zijn. Wat een dilemma. Ja, hè? Nou. Ik ben bang dat we dat fantastische pretpark maar eens moeten gaan bezoeken. Nou, let's go. Mario. Hallo, ik ben op zoek naar de samurai. Is hier een samurai te vinden? Wow, wacht even. Moeten we een toegangskaartje kopen? Deze toad zegt zoek in Toaddorp met hart en ziel een stenen gebouw rood als een hart. Oh, en dan krijgen we weer een upgrade of zo? In ieder geval, hiermee kunnen we naar Toaddorp. Laten we eens even kijken of we in Toaddorp nieuwe upgrades kunnen vinden voor ons. We hebben de tweede buis ontgrendeld. Nice. We hebben nog wel even te gaan in deze game. Er zijn 6 buizen, we hebben nu pas 2 gehad. Eens even kijken hoor. Toaddorp begint wel weer levendig te worden. Dat is super fijn. Eens even kijken hier in de wapenwinkel. Oh, kijk eens. Er zijn nu veel meer items aan toegevoegd. Sowieso wil ik wel even glanzende ijzerschoenen. En doe ook maar gewoon normale glanzende schoenen. Die wil ik ook wel hebben. En ik denk dat ik ook even een uppie ga kopen voor de zekerheid. Als we doodgaan, dan worden we weer levend namelijk. Ik ben mijn enige uppie namelijk kwijtgeraakt.
Oh, die is ook gelijk uitverkocht. Oké. Daar moet ik zuinig mee zijn. Hey, krijgen we een bonus? Toad zegt, er staat hier dat je meer dan 5000 munten hebt uitgegeven. Een fanatieke shopper als jij verdient een beloning. Dames en heren, uw aandacht voor de klantenkaart. Oh shit, we hebben een VIP-pas. Oeh, 20% korting op wapens en voorwerpen. Dit is wel lekker, jongens. Vergeet niet om die kaart te activeren. Anders loop je kortingen mis. Ah. Oké, dus we moeten die sowieso activeren. Laat ik in ieder geval ook even die schoenen aantrekken. Ja, en hier zie je inderdaad de accessoire. Die moeten we dan aanzetten. Oh, nice. Nou, we kunnen hem gewoon erbij aanzetten. Super handig. Dan hebben we voortaan gewoon even 20% korting, jongens. Lekker wel. Lekker. We zijn in ieder geval niet voor niks teruggekeerd naar Toaddorp nu. Dit is wel heerlijk. Eens even kijken, hoor. We moesten dus op zoek naar een huis met een rood dak of zo. Misschien bedoelen ze dit huis. Dit was volgens mij het accessoire winkeltje, inderdaad. Eens even kijken of die al nieuwe accessoires heeft voor mij. Nee? Helaas, helaas. Was dit dan het huisje wat ze bedoelen? Nee, dit is ook aardig leeg. Nou, dan hebben we hier nog een paar huisjes die het zouden kunnen zijn. Ja, maar dit ziet er ook aardig leeg uit, hoor. Nou, jongens, ik kan die Toad niet vinden. Maar we hebben in ieder geval wel nieuwe wapens en 20% korting. Dus dat is lekker. Kan natuurlijk ook zijn dat hij in dat kamp is van die Toads. Volgens mij was er trouwens hier ergens in dit gebied een huisje waar een rood lint omheen zat. Ja, zie je daar linksachter op het picknickpad? Kijk, daar loopt al een blauwe Toad te dansen. En we hebben nu natuurlijk dat lint weggehaald. Dus we kunnen nu ook even kijken wat hier is. Wat is dit, jongens? Is dit het sensorlaboratorium? Kunnen we hier onze sensor versterken of zo? We hebben natuurlijk al een sensorlaboratorium gezien. Oh, nee, hier kunnen we natuurlijk gewoon die sensor opladen. Als onze elektriciteit van onze sensor op is, dan kunnen we die hier weer opladen. En we kunnen natuurlijk hier even een kissie pakken. Gewoon zomaar, hè? Kijk, het sensorlaboratorium miniatuurtje. Volgens mij zit er hier in die paal toch nog één, hoor, jongens. Kijk, daar boven dat stokje is volgens mij gewoon echt een Toad. Hallo? Hallo? Waarom komt hier niemand uit? Kijk, er zat een Toadje verstopt in dat bord. Ja hoor. Ja. Oké. Plus één. Ja, nu zet ik hem dus uit. En nu wil ik mijn Toadvinder weer even opladen. En dat kan dus hier. Kan dat bij dit apparaat? Nee. Kan dat bij dit apparaat? Ja, kijk. Oh, ik moet alleen wel 500 munten betalen. Die Toads willen ook overal geld aan verdienen, hè? Stelletje gierigaards. Jongen, ik dacht dat dit gratis was. Nou, bedankt, hè? Anyways, laten we weer teruggaan naar het Samurai Pretpark. Hoppakee. Let's go, Bommie. Ja, dan moet ik nu alleen dus gaan kiezen of ik voor een VIP-kaartje ga of voor een normaal entreekaartje. Maar het VIP-kaartje is best wel duur. Ik moet er even over nadenken, jongens. Dat ga ik beslissen in de volgende aflevering. Even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Of op TikTok. Of op Instagram. Of op Twitter. Maar abonneer sowieso even hier. En dan zie ik je ergens. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!